met zijn vrouw op haar sterfbed, schrijft die beroemde christelijke schrijver C.S. Lewis. Niet dat ik die gevaar loop om op te hou glo in God nie. Die ware gevaar is om allerhande nare dinge oor hom te begin glo. Die slotsom wat ek dus vrees is nie, so daar is op die ou end geen God nie, maar eerder, so dit is hoe God in werkelijkheid is. Wanneer die pijn onuithoudbaar begin raak, verwerp sommige van ons die Here geheel en al. Andere, soos Lewis, loop die gevaar om hul siening oor God te verander en allerhande slechte dinge oor hom te begin glo. Die vraag is net, hoe erg kan een vuurdoop raak? Wat is die warmste smeltkroes wat God sal waag om ons aan bloot te stel, ten einde sy groot doelwit te bereik, namelijk om ons na die beeld van sy seun te herskep? God wil hê dat ons hom moet leer ken en moet lief hê. Toch is die blootstelling van gelowiges aan vuurdoope een groot waagstuk, want wat as ons sy bedoeling verkeerd interpreteer? Wat denk jy, hoe groot kans sal God waag, dat ons sy motiewe verkeerd verstaan, in een poging om die beeld van sy seun in ons te herskep? Bestudeer hierdie weekse les, ter voorbereiding vir Sabbat, 30 juli.